Dus ik heb hier de Rolfstone Focus, een 150 euro draadloze koptelefoon. En ik kan jou vertellen, koop deze gewoon niet. Vermijd deze. En ik laat je weten in deze video waarom. Dus toen ik de koptelefoon uit de doos haalde, merkte ik toch wel één ding. De koptelefoon voelt echt enorm licht aan. En op zich, licht aanvoelen is niet per se meteen ook verkeerd. Maar de koptelefoon voelt ook heel goedkoop aan. En goedkoop aanvoelen plus een lichte koptelefoon kan je wel een beetje een indicatie geven waar het een beetje heen gaat. Ik vind het echt gewoon eigenlijk aanvoelen als een koptelefoon van de Action voor als ware voor iets van 20 euro. Zo voelt het aan. En dat moet je niet hebben in een koptelefoon van 150 euro waar dit dus voor gaat. Dat is gewoon jammer. Dat had wel beter gekund. Maar goed, alles kan natuurlijk wel een beetje slecht en goedkoop aanvoelen. Maar hoe zit het nou uiteindelijk op je hoofd? En ik kan zeggen, het zit best wel comfortabel op je hoofd. Dat geef ik een eerlijk mee. De earcups zitten genoeg foam in. En de hoofdband zit niet al te veel foam in. Maar natuurlijk, mede door zijn gewicht, zit alles nog steeds hartstikke comfortabel op je hoofd. Alleen één ding, nogmaals weer, is afwerking. De afwerking op deze oorschelpen vind ik gewoon dramatisch. Op een koptelefoon voor 150 euro verwacht je gewoon goede afwerking. En dat heeft deze koptelefoon helaas niet. Althans, mijn versie heeft dat niet, wat ik gewoon echt enorm jammer vind. En ook nog bij de Rolfstone Focus krijg je nog een draaghoesje erbij, waar je dus je koptelefoon in kan doen. En hij is ook lekker stevig, dus als je het in je tas doet, je koptelefoon gaat thuis gewoon praktisch niet stuk. Het is hartstikke keurig en goed van kwaliteit. Dus dan gaan we over naar de features van deze koptelefoon. Als eerste kan de koptelefoon kantelen. Dus dat is super handig natuurlijk als je hem op je borst wil leggen. Vind ik fijn. En ten tweede kun je ook nog de koptelefoon heel compact opvouwen. Wat ik dus wel echt enorm fijn vind. Hij kan 100 uur meegaan met de batterij. Wat echt grandioos is. Normaal zie je in koptelefoons 40 uren. Deze kan 100 uur meegaan. En 70 uur op active noise cancelling zelfs. Waarbij de meeste koptelefoons vaak iets van 25 uur of misschien 30 uur bereiken op active noise cancelling. Kan deze dus gewoon 70 uur. Dat is echt heel indrukwekkend. Dus super top. Very nice. Nou, als we gaan kijken naar de knopjes en toetertjes en belletjes. Hebben we aan de rechteroorschelp een aan- en uitknop die onder de hoofdband zit. Dus als je je oren, als je hem op je hoofd hebt staan, dan zit die flush onder de hoofdband. Op zich vind ik het een leuk idee, alleen praktisch is het zwaar irritant. Dus als je je koptelefoon op hebt, ja helaas, je bereikt het knopje niet. Dus je moet hem afdoen voordat je hem uit kan doen. Is een beetje irritant. Evenals de oplaadpoort zit ook onder de hoofdband, wanneer die helemaal uitgeklapt is. Natuurlijk ga jij je koptelefoon niet opladen wanneer jij hem op je hoofd hebt. Maar als je hem hier op de grond of op de tafel hebt liggen bijvoorbeeld, of ergens anders, dan moet je hem wel een beetje scheef zetten voordat je de oplader in kan doen. Ik had liever gewoon aan de onderkant gehad. Was toch wel echt een stuk gemakkelijker geweest. En je hebt nog op de rechteroorschelp ook nog een dedicated knop voor de active noise cancelling en ambient sound. Dus als je zegt van ik wil eens eventjes niet active noise cancelling aan hebben, kun je gewoon op klikken en dan switch je zo naar je normale modus of ambient sound. Waardoor je dus meer van je omgeving kan horen. En heb je op een rechteroorschelp nog touch controls, waarbij je de volume kan aanpassen door omlaag en omhoog te swipen. En je kan je muziek kan je skippen door links en rechts heen te swipen. En vaak ben ik niet zo van de touch controls, maar ik moet zeggen, deze touch controls op deze koptelefoon werken wel echt goed. En dan gaan we over naar de geluidskwaliteit van de Rolfstone Focus. Om heel eerlijk te wezen vind ik de geluidskwaliteit niet zijn volledige potentie bereiken. Ik heb andere 150 euro koptelefoons die letterlijk voller van geluid klinken. De detail gewoon niet aanwezig is die ik gewoon zoek. Andere koptelefoons klinken veel beter in detail. Je hoort veel meer van alle geluiden die erin voorkomt. En deze vind ik toch wel wat plat klinken. Evenals in de bas, waar ik later ook weer even op terugkom. Al in al, ik vind het niet een hele denderende koptelefoon. Ik zou het dan ook meer inschatten als audiokwaliteit van ongeveer misschien 80 euro. En dan gaan we over naar de active noise cancelling op deze koptelefoon. Ik moet zeggen dat het op zich best wel keurig is. Ja, tuurlijk, je hoort nog steeds de luistergeluiden om je heen. Maar op zich filtert het lage volume audio best wel aardig. Ik had dus een elektrische kachel volop aanstaan, wat toch best wel een lawaai maakt. En hij heeft op zich dat keurig nog uit weten te filteren. Dus al in al, ik ben op zich wel in het algemeen tevreden over de ANC. Het is natuurlijk niet groundbreaking,
maar het is wel keurig. En dan gaan we over naar de app. En hier kom ik eventjes met een leuk verhaal. Oorspronkelijk, jullie zullen wel denken, maar Rolston Focus, ze adverteren niet een app. Dus waarom kom jij met een app? Ga je gewoon zeggen, het is niet? Nou, ik zeg eigenlijk, het is er wel, alleen niet van Rolston. Waar ik dus achter kwam, is dat Rolston Focus eigenlijk een Tron Smart Apollo Q10 is. Althans, dat is wat je vindt op de internet. Waarom denk ik dat? Het design van deze koptelefoon is letterlijk gewoon hetzelfde. Specificaties zijn hetzelfde. En ik verwacht ook gewoon dat alles hetzelfde is. Alleen Rolston heeft gewoon hun logo vervolgens op hun koptelefoon geplakt. En hebben gewoon de prijs 3 keer zo duur gemaakt. Want deze kun je krijgen van Tron Smart voor 40 tot 50 euro van AliExpress of andere websites. En nu kom je erbij het deel van, ja, dat is niet een app. Nou, ik heb namelijk de Tron Smart app gebruikt om deze koptelefoon van Rolston mee te verbinden. En normaal zou een app van een ander merk zou niet je toegang geven om te verbinden. Maar ik dacht van, weet je, ik ga het gewoon uitproberen. Dus ik heb de Tron Smart app heb ik gedownload, geïnstalleerd. Ik heb gezocht naar deze koptelefoon terwijl ik hiermee verbond. En wat verwacht je? Hij verbindt gewoon. En hier heb je dus uiteindelijk toegang tot verschillende EQ settings. Waaronder dus Bass Boost. En met die Bass Boost functie kan je nog meer bas halen uit deze koptelefoon. Ja, had je niets verwacht, denk ik. Ik vind het wel een beetje treurig. Dus ik had dus Rolston even gevraagd van, hoe zit het nou? Tronsmaat, Rolston, hebben jullie gewoon letterlijk een product gekocht, logotje opgeslept en klaar? Waarop ze antwoorden van, het is mogelijk afkomstig van hetzelfde fabriek. En ze zeiden ook dat hun Rolston Focus waarschijnlijk betere audio-kwaliteit heeft dan de Tronsmaat. Waarbij ik natuurlijk dat niet kan testen, maar als jij benieuwd daarnaar bent, ik zou zeggen stay tuned. Want ik ga de Tron Smart Apollo hier in huis meenemen en ik ga het aan jullie laten vergelijken. Kijken hoe dat is. Is dat een idee? Ik vind het een goed idee. Maar goed, ik kan dat natuurlijk nog niet testen, maar ik verwacht wel dat dit waarschijnlijk dezelfde koptelefoon als dat is. En je kan gewoon letterlijk hun app gebruiken om letterlijk EQ's aan te passen op dit toestel, terwijl het voor de Apollo Q10 bedoeld is. Ik vind het wel een beetje gek, maar goed, dat is wat het is. En dan gaan we over naar de eindconclusie. Wat vind ik van de Rolston Focus? En om heel eerlijk te wezen, ik vind het jammer. Heel jammer. Weet je, het is niet nieuw dat een bedrijf een Chinees product opkoopt en zijn eigen logo erop plakt. Dat is helemaal niks nieuws. Maar vaak zie je dan dat het product ongeveer voor 20 of 30 euro meer wordt verkocht dan dat ze het voor inkopen. Of tenminste dat een consument van hun kan kopen. Deze staat te koop voor 150 euro. Terwijl je deze kan kopen van Tron Smart voor 40 tot 50 euro. Oftewel, jij betaalt 3 keer de prijs om eigenlijk alleen maar Nederlandse klantenservice te hebben en garantie. En dat vind ik gewoon veel te duur. En als ik vergelijk met andere koptelefoons van 150 euro, is dit het ook niet waard. Dus koop deze dan ook niet. Ik raad het je sterk af. Er zijn veel betere dan deze op de markt. Vertrouw me maar. Dus, uiteindelijk, wat beoordeel ik de Rolston Focus? Voor zijn prijs van 150 euro beoordeel ik de Rolston Focus een 2,5 van de 5 sterren. Het is gewoon niet goed. Mocht deze toch 80 euro worden, dan vind ik het nog wel een 4,5 waard. Dus dat. Dus dat is een beetje de eindoordeel. Vond je de video leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En ik zie jullie allemaal weer terug in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.